Wil jij trouwens nog een wodka? Ja. En waar drinken we op? Omdat de serie helemaal afgedraaid is. Hè? Ja, goddank. Ik bedoel, leuk ook. Ik vond het heel leuk, maar het is ook... Ja, het is trots. Het was een flinke trip. Ja, een flinke trip. Cheers. Cheers. Wat gaan we doen eigenlijk? Oké. Okay. Ja, ga ervoor. Wat ging er ooit echt helemaal mis onderweg? Oh, zoveel. Maar je reageert onderkoeld. Vind je dat niet een probleem dan? Nee, maar ja, ik kan alle kanten op met deze vraag. Dus in de categorie geheime dienst die je lastig valt. Of, waar? Waar niet. Het leukste is dat ik een keer Georgië was. We werden altijd achtervolgd door dezelfde auto. Ze kennen het nummerbord gewoon. Ja. En op een gegeven moment vlieg ik weg. Het was een hele vroege vlucht. Dus ik ben 4 uur 's nachts loop ik het hotel uit. Staat die auto er weer. Oh. Met de motor aan. Die zitten te wachten tot ik weer naar buiten kom. Dus konden zij niet naar het vliegveld brengen? Nou ja, dus ik klop daar aan. En ik zeg ook van hé, ik vertrek nu weer. Maar het was fijn met jullie gewerkt te hebben. Zoals een beetje knikken. Dus dat was, laat ik het daarbij laten. Want het is een prima anekdote binnen 30 seconden. Oh, jij bent. Oh ja, oké. Okay. Je bent arts, maar ook een Chinees sprekende, fotograferende reisprogrammamaker. Hoe dan? Ik heb geneeskunde gestudeerd, ben geen arts meer. Ja. Was nooit echt de bedoeling, hè, dat je dit ging doen. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Maar ik ben ook best wel een beetje rusteloos. Dus in het ziekenhuis hou ik het denk ik niet lang vol. En ik vind reizen fantastisch. En met mensen praten ook. Ja, maar was je niet super zenuwachtig toen je voor de eerste camera op je kop had? Ja, wel. Toen dacht ik altijd nog het gevoel alsof het allemaal live televisie was of zo, weet je. Ja. Toen was ik me bewust van elke seconde. Oh, je dacht dat alles erin zou komen. Ja, zoiets. Ja. Maar, ja. Terwijl ze hier gewoon natuurlijk alle saaie stukken eruit gaan knippen. Uiteindelijk komt de beste versie van je wordt uitgezonden. Je moet ook af en toe op die bel Waarom slaan. Bel jij ik de hele weet, tijd? Ik weet ook niet waarom ik dat doe. Maar... Heb jij behalve wodka drinken een speciale manier om te ontspannen tijdens je reis? Ik probeer altijd te zwemmen. En dat is heel leuk. Want als je naar een zwembad gaat, dan ben je even weg van het filmen. En dan kom je gelijk in een soort van subcultuurtje. Die dan toch weer heel anders is dan in een ander land. Dus bijvoorbeeld in Japan hebben ze bijvoorbeeld hele kleine centrifugetjes voor je zwembroek. Dus die doe je erin. En dan heb je een droge zwembroek gelijk. En dat vind jij ontspannend? Ik vind baantjes trekken, dat zwemgedeelte. Maar dan ben je gelijk op een andere... Wat ze ook in Japan hebben. 1 keer per uur moet iedereen uit het zwembad. En dan gaat de badmeester het zwembad in. En die gaat dan allemaal baantjes trekken om te kijken of er geen mensen dood op de bodem van het zwembad. Oh. Terwijl je feitelijk gewoon vanaf de kant kan staan en in 1 oogopslag kan zien of er... Ik bedoel, het is een 25 meter bad. Dan staat iedereen echt een kwartier aan de kant te bibberen. En dan mag je er dus weer in. Maar dat is gebeurd elke uur. Oké. Okay. Ik ben. Jij bent. Waar maak jij het liefst foto's van onderweg, Ruben Terlouw? Of is die camera gewoon voor jou een beetje een soort van leuke prop? Nee. Nee? Nee, alleen ik zou wel meer tijd willen hebben voor fotograferen. Want het is natuurlijk, zijn toch... Je hebt toch helemaal de rust ook niet voor, toch? Nee, heel weinig. Maar af en toe dan, vooral als ik dan... Zeg maar niet in gesprek ben met iemand natuurlijk en dus niet in beeld. Dan vind ik het mooi om mensen in een bepaalde context of situatie te fotograferen. Ik vind het fijn als het beeld op zich kan staan. Ja. Ik heb een mooie foto gemaakt, vind ik, van een vrouw in Tajikistan die naar een begraafplaats ging waar haar zoon begraafd ligt. Die was omgekomen door geweld in het leger, omdat die was mishandeld. Oh ja. Ja, die foto die vertelt heel veel. Ja. Daar zit eigenlijk alles in. Ja. Dus ze strijkt daar met haar hand over het portret dat op de grafsteen staat, zeg maar. Oh ja. Dat is ook een heel liefdevol gebaar. Ja, prachtig. Er zit ook veel verdriet in. Dus, klinkt gek, maar ik vind dat dan ook. Het geeft me dan ook voldoening om dat dan wel op een manier te kunnen vangen in een beeld. Ja. Ruben, welke ontmoeting heeft je het meest geraakt onderweg? Dat is een verhaal van vrouwen die vluchten uit China, die in die heropvoedingskampen zitten in Xinjiang. Ja. Ik vond het heftig om die verhalen te horen en ook dat het in China gebeurt. Ik hou van dat land. Ja. Dus dat is heel verdrietig. Dat raakte me. Wat me ook raakte was wat ik net vertelde, die vrouw in Tajikistan die haar zoon kwijt is. Ik heb eigenlijk nog nooit zo iemand zo horen huilen, zo diep verdriet. Ja. Oh, zal ik jou een vraag stellen? Ja, ga je gang. Is er verschil met hoe empathisch je bent op beeld, dus wat te zien in de serie, en buiten beeld? Nou, ik denk wel hoe ik overkom, hoe iets gemonteerd is. Uh-huh. Waardoor ik enorm empathisch en mild persoon lijk, terwijl ik in het echt dat niet altijd ben. Ik heb dat in een boek genoemd Parallele Jelle. Dat is zeg maar de Jelle waarvan mensen denken dat die bestaat. Omdat ze denken mij te kennen vanwege televisie. Ja, jij bent hun vriend.
Ja, terwijl het maar een heel beperkt deel is van mijn Jelle zijn. En dat vind ik altijd best verwarrend als ik een gesprek heb met mensen. Maar dat zal jij ook wel hebben. Ja, toch? Heel vaak roepen mensen uit als ze je tegenkomen. Hé, ik ken jou. Oh ja. En dan denk ik dat ik hen moet kennen en dan voel ik me schuldig. Denk ja. Ik zal ze wel niet herkennen. Ja. Maar dan blijkt dan niet zo te zijn. Word je ook wel eens door de war gehaald met een andere BN'er? Tex de Wit. Maar Tex heeft meer last ervan dan ik. Die wordt vaker aangesproken. Ja. Ja, dat snap ik wel. Jullie hebben wel over... Ik heb dus lange, heel dunne veel mensen jongens denken met een dat ik Boris van der Ham ben. Oh. Ja, of, en dat vind ik best wel een belediging eerlijk gezegd, Diederik Samson. Denk van, hallo. En wat is er mis met Diederik Samson? Nou, hallo. Politieke ik ben echt partij, wel wat knapper of? Dan Diederik Samson. Maar in ieder geval... Nee, dat is waar. Maar je kunt ook zeggen dat je zijn broer vaag, bent. Ja, maar het is een soort van vaag geheugen van mensen. Zo'n hoop van BN'ers in een soort van VPRO-hoek. En dat wordt dan allemaal door elkaar gehaald. Hoe komen we daar nou weer op? Nou ja, door de vodka. Ben ik aan de beurt of jij? Jij bent volgens mij aan de beurt, maar ik weet het niet zeker. Oh, dat vind ik leuk. Wat was de gekste plek waar je hebt geslapen? Ja, dat was wel een beetje een gek plek. Dat was in West-Kazachstan, op de steppen. Ja. Was dat al, een hotel? Ja, zoiets, een soort van je wist niet eens wat wegrestaurant slash hotel dingen. De kamers konden ook niet op slot. Okay. Dat was wel een beetje een gekke plek. Ja, de drank die ik daar met de chauffeur heb gedronken was heel gek. Dat was een soort, misschien ken jij dat, een soort zure karnemelk, maar dan bruisend. Ja, dat is gefermenteerde merriemelk. Ja, die. Ja. 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 Maar in Oezbekistan heb je gefermenteerde kamelenpis. Oh, ja. En dat dus heb jij gedronken? Nou, maar dat hou ik dan altijd maar in mijn hoofd, want het kan altijd nog erger. Oh. Oké, met wie van de mensen die je hebt ontmoet, heb je nog steeds contact? Niet zo heel veel. Ik denk dat jij hetzelfde probleem hebt, dat je komt ergens, iemand vertelt gewoon hele heftige dingen. En je zit te knikken en je vindt het erg en zo, en vervolgens vertrek je weer. En heb ik, in het begin had ik heel erg de neiging dan om dan contact te houden en te kijken hoe het daarmee gaat. Maar als ik dat zou doen, dan zou ik me denk ik nu met 200 mensen contact moeten onderhouden. En dat doe ik dus niet. Meer interessant is denk ik dat ik met een aantal mensen geen contact meer kan krijgen. Die zitten nu, die zijn gearresteerd, die zitten in de gevangenis in Pakistan. Oh ja. Dus daar maak ik me zorgen over. Heb je verteld van die kippenboer in Kyrgyzije? Dus op de grens met Tajikistan. Oh, jij zit aan de andere kant. Ja. Ja. Dus we filmen daar en hij vertelde dat de Tajiken af en toe daar bombarderen. En een maand later is hij vermoord. Omgekomen? Dus, ja. Ook in de oorlog? Toen weer die Tajiken de grens over gingen. Maar het is zo bizar. Ik heb hem een maand geleden nog gesproken en nu is hij dood. Ja, bizar hè? Echt. Oh, hoe zorg je ervoor dat je een beetje goed kan slapen onderweg? Ja, het is echt een life hack deze reis. Ik had een beetje een lege koffer, dacht ik. Ik moet hem vullen, want dan gaat het niet alles alle kanten. Ik doe mijn kussen erin. Oh ja. Ik moet zeggen, het is echt heerlijk om te kunnen slapen op je eigen kussen. Want je weet hoe die kussens zijn in het hotel. Of het zijn van die soort van die blokken dat je zo ligt. Of het zijn van die hele dunne dingetjes die als je dubbelvouwt dan weer net te hoog zijn of zo. Het luistert heel nauw met kussens. Ja, ik was daar gewoon eigenlijk heel tevreden mee. Jij moet gewoon slaapadvies gaan geven aan mensen. Nou, misschien wel. Misschien niet maar voor je podcast. Maar heb jij wel eens een kussen meegenomen? Nooit. Nooit? Nee. Ben jij van de oordopjes? 'S Nachts? Ja? Nee, ik nee overdag. Drinken okay. Daarop? Ja. Ja. In Rusland moet je dat hele lange verhalen hebben voordat je... Ah ja, net als in China. Moet je eindeloos toasten en vriendschappen en gezondheid en zo. Daar ook. Ik heb dus één keer serieus relatie. Hier spierpijn gehad. Dat was de gouverneur van Ganti-Mansiysk in Siberië. Die gast had een speech van 40 minuten en iedereen moest 40 minuten... Dit moest je het glas ook in de lucht houden? Ja, dit voelt niet zwaar, maar probeer dit maar 40 minuten vol te houden. En waardoor echt zo'n Sovjet-dinosaurus. Dus, nou ja, dat soort dingen zal jij ook wel meemaken. Oh ja. Wij kunnen nu lekker kort houden, zijn in Nederland. Oh, wat trekt jou aan in dictatuur? Ik voel me niet per se aangetrokken tot dictatuur. Ik voel me wel aangetrokken tot moeilijke plekken. Zoals Tine Jensen, die een serie heeft gemaakt over Scandinavië. Mm-hmm. Daar heb ik heel veel bewondering voor. Want ik denk dat wij het makkelijker hebben in China en in Rusland. Veel makkelijker. Je hebt meer cadeautjes. Mm-hmm. Een zweet interviewen. Mijn god. Ik zou gewoon omvallen van saaiheid waarschijnlijk. Dus je hebt mensen die voor het eerst hun verhaal kunnen doen. Wat jij ook met die Kazachse vrouwen had. Omdat ze hun verhaal nergens kwijt kunnen. Dus qua filmen is het fijn om te leven. 5 jaar in Moskou geleefd. Ja, dat is een ander verhaal. En dan ben ik blij dat ik dat niet meer hoef te doen. Dat je pas beseft wat een rechtsstaat eigenlijk is als je er niet hebt gewoond. Eigenlijk zou ik het mooi vinden. Stel, je wordt 18 in Nederland. Dat je dan mag kiezen, oké. Of je gaat gewoon verder met je leventje. Of je krijgt je rest van je leven een verlaging van de belasting, noem maar wat. Maar dan moet je wel 1 jaar in een kutland wonen.
Want ik denk dat dat alle problemen in Nederland op zou lossen. Want dan heb je 1 jaar doorgebracht in een klotenland. En dan denk je van, oh ja, wat is het eigenlijk leuk dat er gewoon water uit een kraan komt. Dan kan ik gewoon glas leeg drinken. En niet meer zeiken over treinen die te laat komen en zo. Ja. Dus dat is mijn oplossing voor alle problemen in Nederland. Ben ik al dronken? Nee, dit is een supergoed idee. Ja. Maar hoe kan het... Oh ja, je hebt ook nog maar 1 kaartje. Ruben, vertel, waar wil je sowieso nog een keer naartoe zonder filmploeg? Ik ken Zuid-Amerika dus helemaal niet goed. Dat zou ik echt heel erg leuk vinden. Ik ben nog nooit in Zuid-Amerika geweest. Dat zou ik heel leuk vinden om daar naartoe te gaan. En ik hou heel erg van vogels kijken. Oh ja, dus dat doe ik om te ontspannen op reis. Dus dat zou ik wel graag willen doen in Zuid-Amerika. En ik vond Noord-Pakistan echt de grote verrassing uit de hele serie. Qua vogels? Nee, ja, qua mensen en landschap en alles. Okay. Echt fantastisch. Daar zou ik heel graag zelf naartoe willen. Okay. Terug willen. Ik wil nog even zeggen dat ik dus diep onder de indruk was. We waren met de trein uit Tashkent naar Samarkand. En we reden gewoon echt wel met 150 km per uur of zo. En er zat een vogel op een hoogspanningsdraad. Ah, ja. Ik weet het nog. En dat jij gelijk zegt van... Die zag ik een soort van flits. En dan zeg jij, dat is een scharrelaar. Ja. Dat is een scharrelaar. Uh-huh. Ja, toen vroeg je ook, hoe zie je dat dan? Ja, misschien heb je gewoon gebluft, hè. Want ik geloof alles. Dus ik ken alleen maar duiven. Dus, maar goed. Ik weet het. Oké, laatste. Is een reisserie maken het mooiste beroep ter wereld? Ik vind het echt fantastisch. Vooral als je aan het draaien bent. Dan weet ik eigenlijk altijd weer waar ik het voor doe. Als ze aan het filmen zijn en je wordt geraakt door mensen en het is heel, of gewoon heel grappig of interessant wat je meemaakt, dan denk ik, ja, hier doe ik het voor. Dit vind ik echt het mooiste gevoel. Maar ik vind ook eigenlijk na het filmen, ik bedoel, ik heb dingen dan aan bijvoorbeeld mijn geluidsman verteld die ik nog nooit aan iemand heb gezegd, omdat je hebt een soort van band. Ik wil niet helemaal vergelijken met het leger, maar je hebt wel gewoon een hele intense band. Ik bedoel, je bent dan 20 dagen achter elkaar, werk je met elkaar samen. Gewoon 24/7. Dat vind ik ook heel leuk. Ja. Eigenlijk. Ja, en de hele serie is dan heel veel afleveringen. Dat is echt maandenlang samen op pad. Ja. 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 Nee, dat is ook heel mooi, ja. En wat ik ook heel gaaf vind, is dat je echt op plekken komt waar je anders nooit zou komen. Of in situaties. Ook niet als je gewoon op reis zou gaan. Naartoe. Dat zijn vaak geen onderwerpen of plekken waar je überhaupt op komt. Maar dat heb ik eigenlijk ook al in Nederland. Dan heb ik bijvoorbeeld een lezing in Gouda of zo. Nou, wanneer zou ik ooit naar Gouda? Ja, maar serieus. En dan blijkt het een hele leuke stad te zijn. Ja. Kom, we drinken er nog eentje. Weet je het zeker? Ja, laatste. Nee. Een derde. Dat je niet die kamelenpis hebt gedronken. Ja. Nee. Maar goed. Klaar.